This is a very important time in history. There is a before and after 24th of February. There is a war in Europe that we wished never happened. And of course we have to wonder, what is the best way to secure that this wouldn't ever happen in Finland? Al vaker is er in die landen gesproken over NAVO-lidmaatschap, maar nu is het serieuzer dan ooit. De oorlog in Oekraïne is voor Zweden en Finland het omslagpunt om weer in actie te komen. Voor de twee landen ligt een lidmaatschap nu op tafel. Maar kunnen ze zomaar lid worden? Op dit moment zijn 30 staten lid van de NAVO. De lidstaten zijn vooral Europese landen en ook Canada en de VS zijn NAVO-lidstaten. In dit gebouw in Washington werd op 4 april 1949 door vertegenwoordigers van 12 westelijke landen het Atlantische Verdrag ondertekend. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de landen namelijk huiverig voor nieuwe oorlogen. Mensen snakken naar veiligheid. Het doel van de NAVO is dan ook de vrijheid en veiligheid van haar lidstaten te garanderen, met politieke en militaire middelen. Dus dat Zweden en Finland juist nu weer kijken naar een lidmaatschap, dat is zeker geen toeval. Want in tijden van oorlog is zo'n bondgenootschap wel handig. As long as we stand together, North America and Europe in NATO, we are all safe. Because we are by far the strongest alliance in history. Bij de oprichting van de NAVO is afgesproken dat alleen Europese en Noord-Amerikaanse landen lid kunnen worden. Voor het dan lid wordt, moet het nog wel 5 stappen doorlopen. Om überhaupt in aanmerking te komen, moet een land democratisch zijn en kunnen bijdragen aan de veiligheid van de andere landen. Als een land besluit lid te worden, moet het eerst een actieplan voor het NAVO-lidmaatschap volgen. Leven mensen wel in vrijheid? Is er een onafhankelijke rechtspraak? En hoe zit het met de mensenrechten? Soms moet een land dan nog hervormen. Daarna wordt met een land gesproken of het wel akkoord is met de doelen, rechten en ook plichten van de NAVO. Alle leden moeten akkoord gaan met de toetreding van het nieuwe land. En ook de bevolking van het land zelf moet instemmen met het lidmaatschap. Dat wordt vaak besloten door het parlement of via een referendum. Zo kan het soms wel jaren duren tot een land dat een lidmaatschap aanvraagt ook echt lid wordt. Voor bijvoorbeeld Kroatië duurde dat bijna 10 jaar. Maar voor Finland en Zweden zou dat nog eens een stuk sneller kunnen gaan. Allebei de landen lijken op het eerste gezicht namelijk al aan alle eisen te voldoen. Daarnaast staan allebei de landen al lid van de EU, wat lidmaatschap tot de NAVO een stuk makkelijker maakt. En tot slot werken de twee landen wel vaker met de NAVO. Ze houden bijvoorbeeld samen militaire oefeningen. Dus of de NAVO er binnenkort 2 nieuwe leden bij krijgt, dat lijkt voor nu vooral in de handen van de Zweden en Finnen zelf te liggen.